Dit is Tyson, de beste vriend van de vermiste Bob. Ze lijken sprekend op elkaar en waren onafscheidelijk. Hij zoekt mee. 'S Ochtends vroeg tot 's avonds laat. Overal flyeren, de gekste plekken. Ja, wat kan je nog meer doen? Alles delen op Facebook. Bedankt voor het bellen. Yo. De telefoon van Danielle en Miguel blijft afgaan. Tip na tip wordt afgespeurd. Onder meer in het bos waar de vorige week zoek raakte. Ja, dit is de plek des onheils. Hoe ging het? Nou, ik liep hier met een aantal honden van de uitlaatservice. En waar er dus eentje achter bleef hier, waarop ik die bij me roep. En om vervolgens hier verder het veld op te lopen. Ik kijk voor me en ik miste er ineens één. Bob is hier te zien op archiefbeeld. Hij is ziek en heeft zijn medicijnen hard nodig. Het ging de laatste tijd goed met hem, maar Miguel heeft een moeilijke tijd met hem achter de rug. Dat was mijn alles, ja. Ja. Je begint ook te stralen, ja. Ja. Zoeken, flyeren en social media, het helpt allemaal niet. En dus wordt ook de hulp van bovenaf ingeroepen. Ik noem mezelf diertolk, omdat ik telepathisch contact maak. En ik voorspel niks, dus ik ben geen paragnost of helderziende of iets dergelijks. Toen ik jou vanmorgen belde, wist je niet dat ik al zou gaan bellen, zeg maar. Zoals de grap wel vaker. Nee. Ze geeft wel tips aan Danielle en Miguel, maar helaas wordt Bob daar niet gevonden. Ze heeft wel contact met de hond gehad. Voor mijn gevoel is hij heel erg nerveus. Hij is heel onrustig, maar volgens mij gaat het niet heel slecht met hem. En dus blijven ze voorlopig nog doorzoeken, want Bobby moet gevonden worden. Moesten jullie Bob hebben gezien, of hebben? Of jullie dan zo snel mogelijk contact op willen nemen, want we willen hem heel graag terug.